Ondernemersplaza in Amersfoort is dit MKB in the Picture. Welkom bij MKB in the Picture. Het programma voor en door ondernemers van ZZP tot BV. En wie hebben we aan tafel? Ronnie Overgoor, internetondernemer. Hartelijk welkom. En Josien van Breda. En jij bent van, ik moet goed zeggen, je bent adviseur bij FNV Zelfstandigen. Hartelijk welkom. Ja, ik wil toch even beginnen met Ronnie. Want Ronnie, je hebt een heel mooi boek geschreven. En ja, we herkennen je ook van de foto. Ja, that's me. Het is de ondernemerslessen van een internetcowboy. Het ondernemersboek van 2011. Dus niet voor niets geworden. Nee. Maar daar zag ik een heel leuk stukje over pensioenen. Heb ik weer. Ja, dan wil ik dat toch wel even delen. Mm-hmm. Jij zegt onder andere, ik wil niet stoppen met werken. En hoeft dat ook niet. Ik leef mijn leven, inclusief ondernemen. En dat blijf ik doen totdat ik doodga. Dus die hele gedachte, het hele concept van pensioen vind ik onzin. Ja. Kun je daar... Nou ja, dat is, het staat er vrij letterlijk. Ik had niet beter kunnen zeggen eigenlijk. Maar nee. Ja, dat is het idee, weet je. Ik bedoel, als de zaak nu niet geregeld zou zijn, zou ik het fenomeen pensioen niet uitvinden. Snap je? Ik bedoel, ik ben het gaafste aan doen wat ik kan doen in mijn leven. En dat blijf ik lekker doen. En in sommige periodes in je leven heeft het ene wat meer de aandacht dan het andere. Dus er zullen jaren zijn dat je wat meer met werk bezig bent. En andere jaren ben je misschien wat meer met je gezin bezig, whatever. Maar dat blijf ik lekker doen totdat ik doodga. Dus het hele fenomeen pensioen vind ik niet zo relevant. Nee, maar zou je het dan een andere naam geven? Want uiteindelijk, hè, je bent ook vader van kinderen, ja. je hebt een echtgenote. Ja. Merendeel denk ik afhankelijk toch van jouw inkomen. Ja. En hoe gaat dat nu als je ouder bent? En gewoon geld blijven verdienen dus. Gewoon geld, jij blijft gewoon eeuwig werken. Ja, daar gaat het dus om. Maar werken is gaaf, hè? Ja, dat ben ik met je eens. Dus, waarom zou je daarmee stoppen? Nou, als je 92 bent, op een gegeven moment kan je misschien fysiek niet meer aan. Maar tegen die tijd kost je ook niet meer zoveel. Dan zit je op een bankie en dan drink je een borrel. Ja. En weet je, dat red ik wel. En dan hebben mijn drie zonen, die hebben het dan al lang gemaakt. En dat is dan een beetje dus een pensioen. Dat is jouw pensioen. Jouw pensioen is je zonen die voor je gaan zorgen. Ja, misschien is dat het wel. De kinderen als de ultieme ouderdagsvoorziening. Ja, nou, dat vroeger gebeurde dat natuurlijk zo. Ja. Dus dat is, en eigenlijk nu ook, alleen nu is het wat. Nou ja, dat is wat dat betreft een wat natuurlijk. Laat ik zo zeggen, is misschien een grotere zekerheid dan je geld in pensioen stoppen. Investeer in de jeugd. Ja, ja. Nou ja, in ieder geval. Ik ga mijn bedrijf Zuidweg en Partners omdopen in Zuidweg en Dochters. Ja. Dan gaan je dochters dat gewoon allemaal. Ja, dat is helemaal geen slecht idee. Ja, we worden hier geweldig ideeën. Seven ditches en zonen. Ja, dat vind ik ook wel een goeie. Ja. Maar snap je wat ik zeg? Dus het hele principe van pensioen vind ik... En natuurlijk zeg ik dat gecharge. Ik snap ook wel dat je op een gegeven moment een oude lul wordt en dat je minder wil werken. Maar ik vind, er wordt te gemakkelijk maar vanuit gegaan. Oh ja, je doet iets heel lulligs tot je 65ste en daarna mag je gaan genieten van het leven en dan heb je in één keer geld. En als het dan 2 jaar later wordt, dan wordt het ook een drama. Ja, dan wordt dat een drama. Dan denk ik, get a life. Ja. Ja. Hoe zie jij dat, Josien? Nou ja, wat wij merken is dat onze leden, dat daar wel dat een grote groep van hun vindt dat ze eigenlijk te weinig doen aan geld opzij zetten voor later. En die zouden dat wel wat meer willen doen en ook de bestaande mogelijkheden wat uitgebreid en wat verbeterd zien worden. Maar de basis is wat Ronnie ook zegt, het is allemaal op basis van vrijwilligheid. Af of ze het zo graag willen, hoor. Ik bedoel, ik vraag me ten zeerste af. Ik denk dat ze eerder volledig geïndoctrineerd zijn door iedereen die er belang bij heeft. Ik ben ook 20 jaar lang hebben ze aan mijn kop lopen zeiken, inclusief mijn vader, maar met name heel veel commerciële partijen. Dat ik toch wel heel erg onverantwoordelijk bezig ben als ik niet zorg voor mijn pensioen. Weet je, dus het is ook heel erg ingepeperd dat zoiets hoort. Dus ik weet niet of het zo echt 100% vrije wil is dat elke zelfstandige echt zo graag voor zijn pensioen wil zorgen. Nou, ik denk dat het heel erg verschilt. Kijk, voor sommige mensen kunnen inderdaad, ik spreek ook wel architecten, die willen tot hun 70ste, 75ste minstens doorwerken. Dat is toch prachtig, maar goed, als je in de bouw werkt of je doet fysiek zwaar werk, dan is het een ander verhaal. En dan zul je er toch over na moeten denken van wat heb ik later, wat heb ik nodig? Daar begint het mee. Ja. Ja, want een tegelzetter, wat vind jij daarvan? Kijk, tuurlijk, er zijn beroepsgroepen genoeg waarvoor... En sterker nog, los van beroepsgroepen, er zijn mensen genoeg die graag willen stoppen uiteindelijk en dan geld willen hebben. Nou, dan moet je zorgen dat dat geregeld is. Ja. En dan moet je vooral niet blind geloven in een paar mannen met een pak die zeggen, geef mij jouw geld maar. En dan als je 65 bent, dan krijg je per maand van ons een vergoeding en dan is het geregeld. Not en dus. Blijkt nu heel vaak dat het eindelijk krijg ik gelijk, eindelijk. Josien, wat wil jij daarop zeggen? Nou ja, dat klopt.
nu zijn zelfstandigen, ja, die hebben een aantal dingen, de voor- en de derde pijler, maar dat zijn allemaal vrij prijzige verzekeringsproducten. Even de derde pijler hoor, wat is de derde dat pijler? Dat is alles, de eerste pijler is de wat je van de overheid krijgt, je AOW, en dan is het de bedrijfstakpensioenfondsen en wat dan over is, dat wordt de derde pijler genoemd. Ja, de boekenpolissen en dat soort dingen. Dat soort dingen, nou daar zijn mensen niet happy mee. Nee. En dus wat wij eigenlijk zouden willen is dat zelfstandigen zelf iets kunnen regelen, zelf een fonds opzetten, zodat ze invloed hebben op de governance en zelf meebeslissen en dat zo'n geheel ook meebeweegt met de behoeften van de zelfstandige ondernemers. Dat je invloed hebt op de kosten, invloed op de kant die het opgaat, dat soort dingen. Maar dat kunnen ze toch doen? Nou, nog niet voldoende hoor. Waarom niet? Weet ik veel. Maakt mij niet uit. Maar als jij. Je moet je eigen pensioen regelen. Ik word zo geïrriteerd van de welvaart waarin wij leven, dat alles maar geregeld wordt. Als jij zelfstandig ondernemer bent, dan moet je. En je wil stoppen op je 65ste, dan moet je regelen. Maak je plan. Ja, maak je plan. Maar moet je dat alleen doen of samen met anderen? Dat is moet je dat aan elke ondernemer zeggen, maar in ieder geval niet gaan zitten wachten totdat iemand het voor jou gaat regelen. Nee, maar als wij met z'n allen zeggen, wij willen pensioen samen regelen, maar dat kan niet, zeg jij. Ja. Het kan wel, maar het heeft allemaal met regels te maken en zo. Het is te weinig mogelijk op dit moment. Maar die AFM, daar moet je allerlei eisen voldoen ook, hè? Want als wij dat zeggen, we stoppen geld in een potje, dan val je we onder bank. Die wet. En, ja. Nou ja. Die AFM, dat hebben we natuurlijk met z'n allen in Nederland zelf bedacht. Ja, kunnen we het ook ontbedenken nu? Ja. dat zou ook wel mooi zijn. Maar ik wil ook nog even de stellingen, want er is gestemd vandaag, inmiddels een app. En de stelling voor dit blokje was, de overheid moet verplicht ondernemerspensioen gaan instellen. Want... Spaar maar alsjeblieft. Ik mag hopen dat niemand daarvoor is. Nou, ik zal zeggen, 38%. Ik wou net zeggen, what are the results, Mr. 38% zegt, laat de overheid een verplicht ondernemerspensioen instellen. Ja, dan ga ik het land uit of ik ga ondergronds. Ja, hè? Ja, als ze dat gaan verplichten, echt no way. No way. En jij, wat vind jij daarvan? Ja, nee, ik denk, dat kan nooit verplicht opgelegd worden. Nee, maar werknemers doen ze het. Ja, maar de vraag is hoe lang dat houdbaar is. Ja, nu je al die pensioenen zijn naar beneden denderen. Ja. Nee, maar ik denk echt, het moet voorzien in een behoefte, het moet goed zijn. En dan komen die mensen vanzelf wel. Als je het op gaat leggen, ik zie dat echt niet zitten. Nee. Nee, maar het wordt natuurlijk ook gedaan vanuit de gedachte. Hè, wij zijn met z'n allen de BV Nederland. En op het moment dat iemand zijn pensioen niet regelt, dan heeft hij een AOW waar hij vervolgens dan waarschijnlijk niet van rond kan komen. Mm. En dan is het toch fijn als er wel wat voor geregeld is. Mm. En de vraag is natuurlijk van want? Hoe, sorry? Want? Waarom moet er iets voor geregeld zijn? Nou ja, goed, dat is dan de vraag. Omdat ze dan weer beroep doen op allerlei kwijtscheldingsregelingen en voorzieningen. Kan het is niet. Gewoon spijkerhard, het is jouw keuze. Ja. Je hebt geen plan gemaakt. En u zo. We maken iedereen zo dom. Weet je? Ja, echt. Alles wordt wel geregeld. We kijken s'avonds SBS en dan worden we nog dommer van. En dan zal het allemaal wel geregeld. Wordt tijd dat mensen zelf gaan nadenken. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat jij maar gratis geld krijgt uit alle hoeken en gaten. Niet dus. Nee. En geld groeit ook niet vanzelf. Nee, geld is ook maar middel. Ja. Ja. Dus regel het gewoon. Ja, het is wel een leuk onderwerp zo. Maar is dat heerlijk. Toch frappant? Ja, wij zijn het hier eens aan tafel. Nou, de vraag is, wat doen jullie nu zeg maar als FNV zelfstandigen om dat pensioen gemakkelijker te maken? Ja, eigenlijk willen we. Er zijn een aantal dingen die beter kunnen. Want er zijn verschillen tussen wat. Ja, er zijn gewoon verschillen die je niet goed kunt uitleggen. Want het is lastig te begrijpen dat als een ondernemer failliet gaat, wat dat kan gebeuren, dat die dan zijn oude dagsreserve moet aanspreken en dat de schuldeisers zich daarop kunnen verhalen. Dus die gaan mee in het faillissement. Dit gaat mee in het faillissement. En je zou eigenlijk zeggen van nou, er moet tot een bepaald bedrag moet dat vrijgesteld zijn in faillissement. Wat jij labelt als oude dagsvoorziening, dat het daar ook blijft en dat dat niet meegaat in dat faillissement. Dat is één ding. En het tweede is dat we nu ook met de VVD samen een wetsvoorstel. Dat is nu aanhangig om te zorgen dat zelfstandigen zelf een pensioeninstelling kunnen oprichten. Zodat ze ook zelf die hele governance doen. Maar het blijkt natuurlijk wel van in hoeverre ga je voor ondernemers zorgen of in hoeverre moeten ondernemers voor zichzelf zorgen. En dat is... Nou kijk, onze taak ligt niet om
ondernemers bij het handje te nemen en ze pensioen op te leggen. Ik zie wel een taak voor ons om mensen bewust te maken van de keuzes die ze maken. Als je niks wil doen, prima. Maar het is wel belangrijk dat je voor jezelf afgewogen hebt wat er kan, wat er niet kan en wat je zelf wil. Ja. Dus met andere woorden, ondernemers, maak je plan. Ja. Denk vooruit, maak een keuze en accepteer dan ook de gevolgen van die keuze. Ja, en want ik heb ook een paar jaar lang pensioen in eigen beheer gedaan. Dat was een soort alternatief. Dan denk ik, oké, maar dan doe ik het in eigen beheer. Nou, daar ben ik inmiddels ook mee gestopt. Omdat ik dan ook erachter kwam dat je weer geen beschikking hebt over je eigen geld uiteindelijk. Dus uiteindelijk is de rekensom niet zo moeilijk. Je zet een euro om en je tikt 50 cent af. En die andere 50 cent is voor jou en heeft niemand een flikker mee te maken. Dus uiteindelijk moet je ook bij dat soort regelingen, als jij failliet gaat en je pensioenpot gaat eraan, geen pensioenpot bouwen dus. Klaar. Gewoon naar privé trekken en zet het ergens neer of koop er stenen van of weet ik veel wat. Het is wel makkelijk gezegd, maar 92% van de zelfstandigen is een eenmanszaak. Ja, ik ook. En als je het in een BV hebt, dan kan je het vermogen splitsen. Maar voor eenmanszaken is het één en hetzelfde geld. Ja, maar goed, dan maak je er toch een BV'tje van. Zo moeilijk is dat toch niet? Of denk ik nou te makkelijk? Ja, ik ben ook een eenmanszaak. Ik heb ook een BV. We gaan zo meteen nog vrolijk verder, maar we moeten dit nu gaan afronden. Ja, ik wil hartelijk danken voor de enthousiaste bijdrage. En ik hoop dat veel mensen toch wat steun hebben gehad. En het belangrijkste is natuurlijk, maak je plan. Dank jullie wel.